Beste DVD'ers, op de eerste plaats iedereen van harte welkom. Vrijwilligersavond vooral, dus alle vrijwilligers van DVG die zich hebben aangemeld, van harte welkom. En dit is een blijk van waardering van het bestuur van DVG en van de actieve voetballers van DVG die geen vrijwilliger zijn. Die zijn ook hier niet aanwezig, maar die betalen wel mee aan deze avond. Dus ik zou zeggen, ook mede namens hun, pak er gewoon straks eentje extra en geniet van deze avond, want die bieden wij jullie aan. En wij hopen dat het, dit ook jullie weer inspiratie geeft om nog een hele tijd door te gaan bij DVG. Want DVG bestaat natuurlijk vooral door vrijwilligers. En wij merken dat nu ook in het bijzonder, want we hebben op dit moment best wel wat vacatures her en der. En dat kost ons enorm veel kruim om te zorgen dat we weer overal op sterkte zijn. Dus degene die vrijwilliger zijn en vrijwilliger blijven, heel hartelijk dank daarvoor. Goed, maar we gaan wel ook de vrijwilliger van het jaar bekendmaken. En we hebben hier Wim van Ieperen. En waarom Wim? Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Maar ik heb Wim uitgenodigd, want we hebben ook een speciale jubilaris. En daar heb ik ook trouwens een boekje van, dat laat ik even zien. Dat is namelijk onze secretaris, Adrie van der Beelen. Is ook 40 jaar lid van DVG. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Maar we hebben ook een tijdje geleden een speciaal DVG-editie uitgegeven. Over Adrie, overigens met hulp van zijn eigen familie. Die ook de bedenker waren van het idee. Maar wij vonden het ook wel heel leuk als op het moment dat Adrie het jubileum viert, dat hij ook nog vastgelegd werd op de film. Maar Joost zei straks al tegen mij, Joost, van ik ben benieuwd wat jij van mij gaat zeggen. Want over voetbalkwaliteiten kan het niet gaan. Nou Joost, dat is gewoon echt te geringschattend over je eigen kwaliteiten. Want wij kwamen al heel snel tot de conclusie van je hebt ook wat mindere spelers nodig. Hè? Heb je nodig om een elftal te kunnen maken. En je kunt ook uitgaan van conditie, van inzet, van enthousiasme, en dat heb je nodig op het veld om ook degene die zogenaamd technisch beter zijn, maar die het af en toe er wel eens bij laten zitten, heb je ook nodig om gestimuleerd te worden. Joost, van harte gefeliciteerd met jouw 25 jaar DVG. Rolf, 25 jaar DVG. Ik zie hem al een beetje smilen, hè, want jij hebt het op zich gewoon heel goed naar je zin bij de DVG. Dat opgegroeid, hele discussie in jullie vriendengroep van nou, van wie nou eigenlijk 25 jaar jubileum is. En ook discussie over van nou, van klopt het wel bij de KNVB. Maar goed, jij bent in ieder geval echt 25 jaar jubilaris. Actief bij DVG als voetballer. Ook regelmatig geblesseerd en daardoor misschien minder hoog kunnen reiken dan je aanvankelijk dacht. Maar je hebt volgens mij nog wel, ook gewoon in het eerste, toch ook nog verschillende wedstrijden gespeeld. Klopt het je? Ja, klopt. Ja, niet te bescheiden. Maar daarna toch gewoon lager gaan voetballen. Om, als je aan je kruisbanden geblesseerd bent, dan is dat gewoon enorm lastig. Alleen bij betaald voetbal kun je dan nog op het goede niveau terugkomen. Maar bij DVG lukt dat gewoon niet. Van harte gefeliciteerd, Rolf. Ja, zo hoor je nog eens iets, Rob, hè? Van 2-2-2. Ja, dat goed geluisterd. Rob Vermans komt wekelijks vanuit Eindhoven naar Liemden. Veldhoven, dat is nog een stukje verder weg, maar misschien qua verbinding net wat beter. Nou, dat vind ik al op zich al een hele prestatie, Rob. Want dat mensen beseffen dat niet, maar sommigen vinden het al lastig om twee keer in de week te komen trainen als ze hier 100 meter moeten fietsen. En jij stapt gewoon in je auto en dan is het nog niet zozeer ook alleen om zelf actief te voetballen, want dat doe je inmiddels niet meer. Maar om de jeugd te begeleiden samen met Rick, die was vorig jaar jubilaris en jij doet dat nu nog steeds. En wij hebben daar heel veel waardering voor. Hartstikke fijn dat jij actief bent al zo lang bij DVG en ook nog steeds gewoon in deze situatie van dat je vanuit Veldhoven komt steeds actief bent bij DVG. Hartelijk dank ervoor en gefeliciteerd.
Martijn, 25 jaar bij DVG en ja, misschien dat het toeval is, maar dat zou ook kunnen zijn van niet. Maar Martijn is vorig jaar gestopt met de selectie. En ja, toen deed DVG nog mee voor, DVG 1 mee voor de prijzen. En Martijn is lager gaan voetballen, overigens ook niet helemaal succesvol. Maar ja, DVG 1 staat wel onderaan te bengelen. En ja, daar kun je heel wetenschappelijk naar kijken, maar je kunt ook kijken van ja, misschien dat het toch zo is, dat het heeft te maken met het vertrek van één of twee spelers, waardoor net iets meer volwassenheid en iets meer evenwicht uit het elftal is gegaan. Martijn, die denkt bij zichzelf van, heeft hij het nou toch al wel over, maar ik heb het over jou, Martijn. Want je bent een speler die een heel tijdje zeg maar, tegen één aan heeft gezeten, maar toen je op een gegeven moment ook de laatste jaren in één hebt gespeeld, was je gewoon een hele evenwichtige voetbal, denk ik, met een grote inbreng. Ook jij hebt ervoor gekozen om buiten Liemde te gaan wonen. Hartstikke goed. Dat moet gewoon kunnen. Hè? Maar afgelopen jaar heb je wel elke keer in de auto gestapt en kwam je hier trainen. Dat is gewoon denk ik ook een geweldige prestatie. Ik wil wel iets zeggen over doorzettingsvermogen. En dat is gewoon heel goed dat je dat hebt. Martijn, van harte gefeliciteerd met jouw 25 jaar jubileum. Ik begin met Theo, want Theo die komt speciaal vanuit een feestje, komt hier naartoe en die heeft ook zijn chauffeur bij zich, Kees van der Velde. Had je goed gereden Theo, maar ben jij een belangrijk man. Theo is enorm belangrijk en dat hebben wij vorig jaar onderstreept Theo, want wij hebben jou vorig jaar voorgedragen voor vrijwilliger, niet zomaar van DVG, maar van de hele gemeente Bokstel. Ja, ik dacht van Brabant. Van Brabant, ja, dus, het kan nooit goed genoeg zijn bij Theo, maar volgens mij is het helemaal niet zo Theo, jij bent een zeer gewaardeerd lid. Van DVG, daar weet je al 40 jaar lang. In het verleden stond jij bekend om jouw zweefmomenten hè, in de keepersgebied van DVG. En daarna ben je niet zweverig geworden, want jij bent iemand die gewoon heel duidelijk is, hè, die precies laat merken wat je is. Maar jij doet enorm veel vrijwilligerswerk bij DVG en ik kan het allemaal opnoemen. Theo, wil je dat graag? Dan, maar je bent gewoon, wat heel erg belangrijk is, dat Theo ook zeg maar, naast zeg maar, ook leider is van DVG3 en daar al iets heel moois van heeft gemaakt samen met zijn collega's. Is Theo ook coördinator van de scheidsrechtersclub en nog, zeg maar, ook nog lid van de seniorencommissie. Maar met name ook scheidsrechters, er zijn er gelukkig vanavond ook verschillende hier. Die hebben we gewoon heel hard nodig. Dat is heel belangrijk. Goed, want als ik jou nou de microfoon zou geven Theo, zou jij meteen daar een geweldig verhaal over kunnen vertellen. Maar dan hoeft niet. Theo, van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarig jubileum. Ja, zo. Theo gaat weg. René, ja. God, wij hebben volgens mij zelfs ook nog ooit samen gevoetbald. Denk hè, ja goed, jij bent natuurlijk wat jonger dan ik, maar in de selectie in ieder geval van wel. Stevige persoonlijkheid, zowel als voetballer als ook als persoon. En vervolgens ja, geblesseerd geraakt. Maar jij hebt toch gewoon opgebracht om heel actief te blijven voor DVG. En dat waarderen wij heel erg. En ik noem ook maar even de seniorencommissie bijvoorbeeld. Maar jij bent ook nog gewoon actief als scheidsrechter. En ja, ook nog zeg maar, sinds een jaar heb jij een vacature ingevuld bij de supportersvereniging als penningmeester. René, gefeliciteerd met jouw 40-jarig jubileum. Ja, Jan Smulders. Die hebben we meer. Jan Smulders, hè? Die hebben we drie bij DVG. Tenminste, zo wel, zeg maar, die we als ooit door elkaar houden. Ja, Jan, dus, jij bent eigenlijk ook zeg maar, niet van mijn generatie, maar ik heb nog wel even met je samen gevoetbald. Jan stond bekend om zijn snelheid. En heel actief bij DVG. En na zijn voetbalcarrière is Jan zeg maar, ook lid geworden van bestuur van DVG. Jaren als penningmeester en nadat hij dat heeft overgedragen aan Corné, heeft Jan de website opgezet van DVG. En daar hebben we pas recentelijk, denk ik een jaar geleden, hebben we afscheid genomen van,
van Jan heeft Kees Voets het overgenomen. En op die manier heeft Jan zeg maar, zijn enorme bijdrage aan DVG geleverd. En dan zou je zeggen, daar blijft het bij. Maar hij heeft een dochter die voetbalt. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ik weer heel erg te bepleiten van dat we meer meisjes bij DVG hebben om te voetballen. En vandaag waren we bij de opening van HCL. Dan zie je gewoon honderden meisjes rondlopen en enkele jongens. En zo ik denk van god, als nou enkel hier over zouden lopen naar DVG. Dat wij ook wat teams meisjesvoetbal zouden kunnen maken. Dat zou heel mooi zijn. Maar jullie geven in ieder geval het goede voorbeeld. En supporter en leider van het elftal van jullie dochter. En dat is gewoon geweldig dat jullie die inzet hebben. Jan, later gefeliciteerd. Mario Zeeland. Ja, hadden we het net over de ene keeper. Dan staat hier de andere keeper. Mari, ook mee samen gevoetbald. En zeg maar, ook in de tijd van de DVG gewoon hoog voetbalde. En in de illustre rijtje van keepers, daar hoorde Mari gewoon ook bij. En Mari heeft vervolgens, heeft hij gewoon datgene wat hij zeg maar, als actief keeper op het veld liet zien, heeft hij vervolgens ook overgebracht bij de DVG zelf. En ik weet even niet hoe lang, Mari, maar hoe lang ben je al keeperstrainer? 20 jaar, nou mensen, dus Mari gaat helaas stoppen het einde van dit seizoen. Wij hopen toch nog dat hij wel in de toekomst iets blijft betekenen voor DVG. Zullen we zien. Maar niet alleen daarvoor, Mari, maar ook gewoon voor jouw 40-jarig jubileum. Hartelijk dank daarvoor en gefeliciteerd. Beer Kastelein, ja, Lambert, Bert, Beer, waar is het eigenlijk Beer? Officieel Lambert, maar in de spreektijd Beer, hè? Beer, ja. En sommigen zeggen Bert dan, maar dat is toch eigenlijk niet goed? Toch niet, hè? Of wel? Beer. Ik zeg even Beer. Beer is 40 jaar lid van DVG, maar komt eigenlijk vanuit zeg maar, een andere club. Maar goed, jij bent in Liemde inkomen wonen en vervolgens dacht je van nou, mooie stap om naar DVG te gaan. En eerst actief als voetballer in DVG 2, DVG 1. Volgens mij ook nog. Hè, dat, zo een beetje op het randje. Maar dan heb je altijd spelers hè, die zeg maar, gewoon tegen 1 aanhangen en dan regelmatig meedoen. Maar daarna ook gewoon jarenlang trainer van de overige senioren. En erg gewaardeerd daarin, want die hebben we gewoon heel hard nodig. Want op dit moment hebben we een vacature voor zeg maar, trainer voor de 3 en 4. En Beer heeft gewoon in het verleden dat gedaan en dat is gewoon heel erg waardevol, want dat heb je wel nodig. Want actieve voetballers denken van ja, van als ik kom trainen op dinsdag en donderdag, dan is het geregeld. Maar er moet wel iemand zijn die het doet. Daarna is Beer is, zeg maar, heel erg belangrijk geweest bij de verbouwing hier van de kantine. Samen met anderen, maar nou richt ik alleen maar even de schermwerpers op jou daarin. Hangt ook nog een mooie foto hè, met jullie vieren. Zeg maar daarin in het midden en goed, daarnaast ben je ook nog heel actief op de maandagochtend ploeg. En daar zei ik ook een stukje continuïteit, want dat het hier zo netjes uitziet, komt wel door de vrijwilligers die op, met name op maandagochtend zeg maar, actief zijn. Beer, van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarig jubileum bij DVG en hartelijk dank voor jouw inzet tot nu toe. En Atti is, als je af moet kiezen tussen of hier in de schijnwerp staan of bij de bar, wat hij nou eigenlijk stond, dan denk ik dat ik wel weet, dat was de reden dat ik jou over het hoofd heb gezien. Excuses daarvoor. Want als iemand niet over het hoofd gezien kan en mag worden, dan ben jij dat. Want behalve het feit van dat je gewoon heel actief bent geweest in het verleden bij DVG, is het ook zo dat jij eigenlijk zeg maar, ook twee teams onder jouw hoede hebt. Elke zaterdag en zondag. En dat weten niet iedereen, maar de meesten die hier zijn, weten dat wel, denk ik. Maar dat is gewoon een geweldige opgave. Want zowel de A2 als het zevende hè, zijn gewoon teams hè, waar je gewoon aandacht aan moet besteden. En veel mensen willen graag leider zijn van het eerste team, van de standaardteams van de jeugd. Maar juist de teams die er net onder komen, ja, die hebben juist leiders nodig die gewoon met hart en nieren hun gewoon begeleiden. En jij bent zo'n DVG die dat doet. Daarnaast ben jij altijd heel erg actief gewoon aan dat tafeltje
daar, hè, dus ook één mee jouw tafeltje, laat ik zo zeggen. En ja, goed, je zet je ook wel hier in de kantine in. En jij bent gewoon heel erg gewaardeerd, lid Ad. Bescheiden. Af en toe, zeg maar, een keer een flinke roep. Hè, dat, maar dat, is, dat hoort ook een beetje bij jou. En wij hopen dat je dat nog heel lang blijft doen bij DVG. Ad, hartelijk gefeliciteerd met jouw 40 jaar jubileum. Van wat je allemaal niet doet voor DVG. Heel veel achter de schermen. Wat mensen eigenlijk gewoon niet beseffen wat een secretaris van een bestuur van DVG allemaal moet doen. Een klein stukje heb je overgedragen een paar jaar geleden, ledenadministratie. Dat was ook een hele klus, dat doet Erik van der Laan nu. Maar eigenlijk is het gewoon heel moeilijk te omschrijven voor DVG doet. Want dat is soms, zeg je, dat is herkenbaar in gewoon bijwonen van vergaderingen, notulen maken, jaarverslag maken. Het, altijd heel erg leuk om te lezen. Allerlei dingetjes die zichtbaar zijn, maar ook heel veel dingen die gewoon niet zichtbaar zijn. En dat is alleen al door jouw aanwezigheid hier. Want je hebt gewoon echt mensen nodig die DVG helemaal uitstralen. En die laten zien dat DVG gewoon een geweldige club is in Liemde. En jij bent een van die mensen die dat gewoon eigenlijk voortdurend doet. En dat is gewoon een geweldig, dat is gewoon geweldig om te zien en ook om te ervaren. En dat kun je heel moeilijk afmeten in gewoon, zeg maar, in uren inzet of zo. Maar het is gewoon, ja, jij bent DVG. En dat is gewoon, zeg maar, geweldig. En daarnaast is het natuurlijk zo dat jij ook op een gegeven moment de overstap hebt gemaakt naar de activiteitencommissie. Ook gewoon om, zeg maar, vers bloed erin te doen. Maar ook vanuit een stukje betrokkenheid van bij DVG. Van we moeten het levend houden, want er moeten regelmatig activiteiten zijn bij DVG. Want dan hou je de club levendig. Adrie, ja goed, woorden komen eigenlijk tekort. Daarom stop ik er nu ook mee. Maar iedereen weet eigenlijk wel dat, wat jij betekent voor DVG. Van harte gefeliciteerd met jouw 40 jaar jubileum. Van Ad van Loo. Welke zou er zijn? Maar toen zag ik het op een gegeven moment aan leeftijd dat het Adje van Loo moest zijn. Want Ad is zeg maar toch een jaar of 10 ouder. Zo ongeveer. Thea zei net al van, nou, doe ze maar allebei te gaan. Was eigenlijk ja, voorstopper Jan. Hè? Dat alles, maar ik hou het even voorstopper. Kopsterk. Ik heb zelf ook nog met Jan gevoetbald. Een baken van rust. In de achterhoede, zoals je nou ook bij DVG is, als je Jan ziet wandelen en zo, ja, daar straalt gewoon rust uit. Maar ondertussen wel met een echt DVG hart, want behalve Jan dat jij gewoon zeg maar heel actief bent geweest bij DVG als voetballer, heb jij ook nog, zeg maar, je bent scheidsrechter geweest, je bent grensrechter geweest, heb ik tenminste zo ergens nog in mijn hoofd zitten. En sinds een hele tijd ben je ook alweer actief bij de maandagochtend ploeg. Jan, ik begin eerst even met jou te feliciteren. Fischel. Adje heb ik al even genoemd, net als spits van DVG 1. En daar heb ik zelf ook nog mee gevoetbald. Ik weet zelfs nog dat Adje ooit een keer teruggehaald is. Toen stonden we niet goed en toen was jij, zeg maar, een van de redders, hè, van DVG 1, volgens mij samen met Jan Kuppens, heb ik nog ergens in mijn hoofd zitten. Maar dat, ja, toen was ik zelf ook al actief, maar dat is echt gewoon het grijze verleden had. Actief bij het voetballen, maar vervolgens heb jij je gewoon bekwaamd als trainer. Je hebt ook op verschillende plaatsen heb je getraind, maar je hebt ook DVG gewoon getraind, wat niet iedereen weet. Maar je bent ook gewoon hoofdcoach geweest van DVG. En waarvoorheen, zegt Karel van der Laar. Kijk, net stonden hier vier jongens die bij jou in het eerste hebben gevoetbald. En ja, die roemen altijd over hoe goed dat ze vroeger waren. Dus daar ligt dan toch een stuk aan jouw trainingskwaliteit. Van. Hartelijk dank daarvoor, Ad. En van harte gefeliciteerd met 50 jaar jubileum DVG. Vrijwilliger van het jaar. Er hangt een heel mooi lijstje daar, zeg maar, in de gang. Met zeer illustere DVG'ers. Mensen die, zeg maar, enorme verdiensten hebben voor DVG. En
Ik zeg dat elk jaar en er zitten hier, of staan er in de zaal hier nog meer die eigenlijk daar ook gewoon voor in aanmerking komen. Elke keer moeten we weer een keuze maken. En wij doen dat eigenlijk altijd heel eenvoudig. Er zijn er eigenlijk twee die beslissen. En dat is de secretaris en de voorzitter. Maar we doen dat altijd op basis van voordracht van de bestuursleden. En toen hebben wij gezegd van nou, dat hoeven we eigenlijk niet moeilijk te doen. Maar wij weten eigenlijk wel wie dit jaar de vrijwilliger van het jaar moet worden. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Ik heb straks een flauwekul verhaal zitten houden over zeg maar, de aanwezigheid van Wim van Ieperen hier. Want iedereen denkt natuurlijk van god, die Adrie die komt op film. Dat is ook zo. Die komt ook op film. Maar de vrijwilliger van het jaar, dit jaar, is Wim. Waarom Dien? Nou, moet ik daar nou gaan uitleggen? Denk het eigenlijk helemaal niet. Dus daar ben ik eigenlijk ook niet echt van plan. Maar het verhaal wat ik net van Adrie vertelde, en zo zijn er nog wel één of twee meer, geldt ook voor Dien. Dien, jij hebt gewoon, DVG zit helemaal in jou. En als wij hier binnenkomen lopen en jij bent er al, dan krijgen wij altijd van alles naar ons hoofd, zorgen. En aanbevelingen en adviezen. En dat betekent gewoon eigenlijk van dat. En dan gaat het vooral over dit gebeuren. Maar, ja, dat levert op. Maar dat is zichtbaar voor veel mensen. Maar jij bent natuurlijk ook heel actief binnen de supportersvereniging. Hè? Ook een van de drijvende krachten. En wat natuurlijk ook niemand omheen kan, is dat jij ook gewoon zeg maar op zaterdagochtend, al weet ik al niet hoe lang. Weet jij hoe lang? Ik denk 18 jaar. 18 jaar. En altijd met Ad of altijd met Ad Voets. En Ad kon gewoon denk ik de spanning niet aan. Die is naar Egypte toe. Waarschijnlijk wist hij via Ria misschien wel dat jij vrijwilliger van het jaar zou worden. Dat was er maar bij heel enkele mensen bekend. Maar Dien, jij hebt zo'n betrokkenheid bij DVG. En niet alleen bij de club DVG, maar ook bij het team. Bijvoorbeeld bij DVG 1. Want als dat niet wil, dan geef jij ze tegen de billen aan, zeg jij dan. Maar jij bent ook niet te beroerd om af en toe premies uit te reiken voor doelpunten. En daar zegt iets, want dat doet verder bijna niemand, of eigenlijk helemaal niemand binnen DVG, maar dat wil... Mag je het niet zeggen? Nou, die mag nou hier van de keer. Mensen vergeten dat weer gewoon. Ja, of moet zijn dat Wim het niet weet en denkt van, joh, gaat daar al ons geld naartoe? Maar er zit zo in jou, Dien, dat wij vonden op een gegeven moment op dat plaatje, onder al die namen, daar moeten ze een keer helemaal bovenaan, moet daar eens een keer Dien van Ieperen Traakom staan. Dien, vrijwilligste van het jaar, van harte proficiat. Jij gaat daar even het bordje zeg maar, daar ophangen, hè? Dat is wel leuk en daar kan ook maar even zeg maar, een mooie film van gemaakt worden, want dan is het echt af. Dat is maar heel erg leuk, denk ik. Oh, daar valt de andere naam. Ja. En dan doen we het schriftje. Nou, mooi, Dien. Als je eraf valt, Dien, dan doen we het schriftje.